het ziet er gezellig uit zo. Hallo. Hallo. Ik kwam van onderweg allemaal leuke oude spulletjes tegen. Dat is echt iets voor jullie misschien. Hoezo? Twee gezellige klusstoelen. Kan je misschien nog leuk schilderen of zo? Een historisch verantwoorde heggenschaar. Heel mooi. Moet je kijken. Ja, wat handig. En iets voorbij. Hey. De koffie. Hey. Dat krijgen we normaal nooit. Man. En wat ik dacht van vriendenclub. Hey. Nee, gewoon echte kluskoeker. Ja, niet van die truttencake, maar van die stoere kluskoeker. Nou, ik denk, zo, kijk, dit lijkt er meer op. Zo. Maar even, vriendenclub en dan, wat zijn jullie voor club? We zijn een clubje vrienden die één keer in de maand bij iemand thuis de rotklusjes opknapt. Of in ieder geval waar je normaal nooit naartoe komt. Hoe ziet het vandaag eruit? Wiens huis is dit? Dit is mijn huis. Aha. Of ons huis. Ja. Wat ga je vandaag doen? Goed, hè? Ja, we hebben een kapotte ruit op de slaapkamer. Daar heeft mijn vrouw dus de trap, de zoldertrap, erheen laten vallen. Stopcontact. We houden de stoel in de olie. We klimmen op de zonnepanelen. Kapotte fietsen, nou die hebben hier zat. Lekker banden. Vogelok slopen. Ik heb een oud vogelok. Die moet nog gesloopt worden en die moet nog in de brand. Nou, zullen we maar. Ja, is goed, joh. Goed. Ja, aan de slag hier. Ja, we hebben nog een shirtje voor jou meegenomen, want jij mag natuurlijk meedoen. Ja, heel goed. Nou, ik ga hem aan doen, ja. Okay. Hoe hoog is het eigenlijk? Nou, niet zo hoog, toch? Voor mijn doen is het aardig wat. Vind je eng? Nee, voor mij. Okay. Jij bent lekker dicht in de buurt. Ja. Wat is dan jouw sterke punt als klusser? Nou, ik ben wel een van degenen die alle elektriciteit doen. Dus, het is wel een heel specifiek klusje. Ja, het is ook een hele gewaarwording. Ja. Het ziet er mooi uit. Ja. Ik wil ze eigenlijk ook. Ja, ja, je weet het. Hè. Voor een kratje bier en een beetje eten, dan doen we heel veel. Oh, kijk. Het is dé remedie tegen zeurende vrouwen. Iedere keer werken de mannen samen bij iemand anders thuis het achterstallige onderhoud weg. Ben je de fietsenman? Ik ben doe eigenlijk alles eigenlijk. Ja, maar dit is wel je specialiteit. Oh, dit kan niemand anders. Ik heb uit betrouwbare bron gehoord dat jij er niet tegen kan dat het veel later wordt dan 4 uur. Nee, maar daar is een klok op ingesteld, hè? Ja, dan gaat je alcoholtekort beginnen op te spelen. Een biologische klok die hier beginnen op te spelen. Je alcoholklok. Ja, ja. Dan moet er wat in. Dat moet er gewoon gebeuren, ja. Maar dan kan je niet gewoon aan een biertje nemen en doorwerken? Ja, maar dan wil die ander ook, maar dan gaat het werk niet door. Ja, dus jij bent echt van de stipte acties. Ja, tijd is tijd, hè? Ik ga wel even goede kaartjes. Maar dat kun je makkelijker vinden, zou je? Zo. Precies, dat is een soort oud lek. Die is er vorig jaar al geplakt, denk ik. Nou, maar niet helemaal goed. Wie zou dat gedaan hebben? Dat heb ik niet gedaan. Jij natuurlijk zeker niet. Je moet Edwin nog eens geweest zijn of zo. Ja. Zie je dat aan de plaksel? Ja, even kijken wat er geprutst. Zijn dat de klungels van het stel? Ja, wie moet ik naar jou nou eens wat gaan vragen, denk je? Ach, er zitten nog een paar aan slopen daar. Ja, die sloper even pakken? Pak die sloper maar even. Ja, heb je een goede vraag die ik stiekem die altijd al had willen vragen? Maar ik moet niet vragen waar die heel goed in is eigenlijk. Dan ga ik dat zeker niet vragen. Ik ga dat niet vragen, dankjewel joh. Ja. Concentreer erop. Oké. Okay. Dus gaat hij weer liggen. Ja, bedankt hè. Wow. Mag ik één keer? Lijkt me zo lekker. Ja. Is dat moeilijk? Nee, dat ben ik. Let op. Je moet harder slaan, hè. Ja! Leuk. Wow. Hupsakee. Oh, dat is echt... Dat is goed, hè? Kom. Leuk. Ja, dat is lekker werk. Volgens mij moet je het wel een beetje oefenen voor je het gaat doen. Maar dit geldt is zijde. Nee. Maar ik moest even vragen... Ja. Van een collega van jou, waar jij nou echt goed in bent. Moet je zeker van Jan vragen, of niet? We noemen geen namen. Nee, dat is de enige die bijna zelf niks kan. Dus dan snap ik die vraag wel. Het is echt een vriendenclub, begrijp ik. Ja, het is een vriendenclub. En mensen die op een heel diep niveau van elkaar houden. Ja, ja, we houden echt van elkaar. Ja. Ja, waar ben je nou echt goed in? Ja, dit werk, hè. Slopen, grote vlakken schilderen. Doe ik, en dan doet Chris, die doet dan de randjes netjes. Je mag niks weigeren, dus dat doen we nog maar niet. Dat is een regel bij jullie? Ja. Wat goed zeg. Als je nou echt een keer echt geen zin hebt, wat doe je dan? Nee, niks. Gewoon gaan. Ik moet er nog 3 doen, dus... Zo.
Ik denk dat heel veel mensen die nu zitten te kijken, dat is allemaal nuttig werk. Ja. Maar dit is wel iets typisch waarvan je thuis denkt, oh, ik wou dat ik dat had. Hè. Ja. Dit schilderen? Oh. Ja, maar dat iemand dat voor je doet. Ja, nee, inderdaad. Maar dit is ook jouw specialiteit. Hier ben je het beste in. Hier ben ik wel goed in. Ik vind het wel leuk om alleen te werken. Ja. En die jongens die rammen toch wel wat op los. Hey Gert. Hey. Wat ga je doen? Ja, rondje vervangen, hè. Ah, dan moet je eigenlijk wel even hulp nodig, want je moet even die glasplaatjes vasthouden. Welke dan bijvoorbeeld? Die daar. Moet je eigenlijk die even vastpakken? Ja, hoe kom je naar mij dan? Oh, oh, oh! Zie? Ik zei, wacht even. Okay. Het is team. Jij bent niet echt een samenwerker, geloof ik, hè? Ik werk wel heel veel... Alleen. Alleen. Zie je? Zal ze blij mee zijn. Je bent echt heel handig, dat zie je al, hè? Nee. Hoe lang gaat dit nou door, zo'n klus? Op een gegeven moment is alles af. Ben je allemaal met pensioen op een gegeven moment? Nee, weet je, we hebben het wel eens over de dood. En we hebben het ook wel eens, we gaan onze eigen kist maken. Ons eigen, zeg maar dat een van ons zal overlijden. Mm-hmm. Dan zouden we daar een kistje voor timmeren. Dat hebben we wel vastgelegd. Zo hier. Het werk zit erop. Oh. Hey. Ik denk, nou, dan heb je wel wat verdiend. Oké. Okay. Zo. Hey. Kun je hem loskrijgen? Ik denk het wel. Oh, kijk eens. Oh. Oh. Dit is het wel, die hebben het nu verdiend met elkaar? Ja, ja zeker. Ja. Vrouwtjes weer tevreden. Mooie tijd, 4 uur. Dat is nou weer zo jammer, hè? Dan heb je een vriendenclub en dan is het vrouwtjes. Toch weer... Vrouwtjes weer tevreden. Vrouwtjes weer tevreden. Ja, ja. Belangrijkste toch? Zeg je wel eens tegen elkaar wat je nou betekent voor elkaar, of hoort dat er helemaal niet bij? Dat voelen we denk ik wel. Ja, dat denk ik ook wel. Daar praat je niet zo over. Nee. Dat is wel zo'n mooi moment. Ja. En je voor het eerst van je leven dat misschien wel kan zeggen. Nu, vandaag. Bijvoorbeeld, ja. Omdat het dan... Omdat het op tv komt, Die schoep die krijg je niet, hoor. Nee, dat gaat hem niet worden. Gaat het niet worden? Nee, ik krijg geen primeur. Nee. Ik voelde hem nou net even omhoog komen. En ik nou... Nee, wij komen niet uit de kast vandaag. Nee, alsjeblieft. Ja. Dan zou ik persoonlijk een grotere kast timmeren om je er weer in te krijgen, hoor. Dan, oh.